Hallo, ik ben Sebastiaan en dit is weer een Hallo Thuis nieuwsflits. We gaan het hebben vandaag over konijnen en vooral over Flappy. Maar dat doe ik niet alleen, maar samen met... Renate. Nou Renate, had jij vroeger een konijn? Ja, ik had vroeger een konijn, een witte. En als ik dan ergens heen ging, dan liep hij achter me aan altijd. Dat was wel leuk. Ja. Dat was wel leuk. Ja, wij hadden vroeger ook een wit konijn. Met van die rode oogjes. Snuifie heette die. Hoe heette die van jou? Die heette Knabbel. Knabbel. En die ging ook met kerst aan tafel mee? Of, Nee, dat niet. Nee? Nee. Nee, ja, die van ons ook niet hoor. Die heeft het ook gewoon overleefd. Die is ergens in de zomer dood gegaan. Maar waar ik het over wil hebben, is eigenlijk over Flappy van Joep van het Hek. Dus dat is ook het konijn van Joep van het Hek. Ken je dat liedje? Ja, dat liedje ken ik wel. Dat werd opgegeten met kerst door zijn vader. Ja, die inderdaad. En dat is nu vertaald door een Amerikaanse zanger. Dus daar hebben we nu een Amerikaanse versie ervan gemaakt. Joep van het Hek, hè? Denk je dat hij dat wist? Nou, volgens mij wist hij het niet. Dan hoorde hij dat ook ineens. Ja, dat klopt. En hij hoorde dat voor het eerst op de radio. En denk jij dat hij dat leuk vond? Of dat hij daar, zou hij daar boos over geworden zijn? Nee, hij vond dat volgens mij juist wel heel leuk, eigenlijk. Ja. En qua tekst, is het dan heel erg veranderd? Of zou dat een beetje hetzelfde zijn gebleven? Nee, de tekst was wel redelijk hetzelfde. Alleen volgens mij denken die Amerikanen dat hier ieder jaar met kerst konijntjes van de kinderen worden opgegeten. En dat is volgens mij niet helemaal... Nee, dat is zeker niet waar. Ik bedoel, wij hebben allebei onze konijnen nooit opgegeten. Nee, ik niet. Dus, nee, ik ook niet. En ik denk de rest ook niet. En dat zou ik alleen maar zielig vinden. Maar wist je dat lied eigenlijk al heel oud is? Ja, 43 jaar. Hij had het geloof ik gemaakt voor zijn zus, maar uiteindelijk zelf uitgebracht. Ja. Ja, klopt. Hij had het geschreven toen hij 23 was. En zijn zus die had een cabaretvoorstelling. En voor school. En nou goed, en toen heeft hij dat geschreven. En ja, wat je zegt, hij heeft het zelf nog op een nieuwe melodie een beetje uitgebracht. En, ja, het is een hit. Ik bedoel, ik hoor het elk jaar weer overal voorbij komen. Ja. Kijk eens naar een kersttop 100. Hij staat er wel in. Maar als je dat lied dan zo hoort, eigenlijk best wel een zielig liedje, hè? Ja, ik heb het tenminste, ja, ik vind het wel een zielig liedje. Daarom luister ik hem ook niet zo heel graag. Ja, ik zing hem eigenlijk heel vaak mee. En sterker nog, ik zing hem soms ook wel eens zonder dat die muziek aan staat. Oh ja. En wat is dan voor jullie dan jullie favoriete kerstlied? Want dat kun je altijd hier even neerzetten, hieronder in de reactie. Dan is het altijd leuk om te horen wat de anderen vinden, toch? Ja, dat zeker. Dit was weer een Hallo Thuis nieuwsflits. Vergeet je niet te abonneren of een reactie achter te laten onder deze film. En een duimpje omhoog mag natuurlijk ook. Tot de volgende keer. Ahoy!